Welkom in sessie 75 van het Olotpot 2 vanuit de kleine studio 11, waar we bezig zijn met het onderzoeken van dus de binary search tree en van de CRUD operations die we willen eigenlijk aanpakken. Zijn we bezig met het create toevoegen van een sleutel aan een binaire zoekboom. Ook terug te vinden op pagina 91 van de lesnota's. Wel, let op toch, we zijn het aan het toevoegen wat? Een knoop. Hè? Een knoop die dan een sleutel zal bevatten. Ja. Wel, wat zegt het algoritme dat je moet doen? Vergelijk x. En met x bedoelt men dan wel degelijk de sleutelwaarde die je eigenlijk wilt toevoegen. Hè? Met andere woorden, in die knoop. Met, ja, gebruik met het woordje label. Ik zou toch liever willen spreken zoals ja, de meesten het doen over de sleutel of de key. Laten we het dan ook doen. Dus vergelijk de toe te voegen sleutelwaarde hè, met de sleutel van de wortel. Wanneer x kleiner is dan het label van de wortel, voeg dan x toe aan de linkerdeelboom, wanneer die niet leeg is. Wanneer de linkerdeelboom leeg is, vervang dan de nulreferentie naar de linkerdeelboom door de referentie naar een nieuwe knoop met x als sleutel. Ja, dat voegt toe aan de linkerdeelboom. Ik weet wel waarom ik dat zo schrijf, omdat dat dan eigenlijk wel handig is om dan terug eigenlijk te zeggen dat je dus recursief weer gaat vergelijken met de wortel van die deelboom. Dus dat is zeker een manier om het te lezen. Maar dus nulreferentie. Ik hoop ook dat jij weet wat dat is. Als dat zo is, ik zou zeggen toppie, dikke duim. Ik heb het toch nog eens, hè, want het wordt in de les nog nergens eigenlijk uitgelegd, nog eens eigenlijk toch als verklaring opgegeven. Dus nul komt van het Engels en betekent dan ongeldig, hè, zinloos of dus waardeloos, nietszeggend. Ja. En dan kunnen we eigenlijk uithalen de definitie voor een nulreferentie of een nulverwijzing, hè, want referentie is verwijzing, is de waarde die aangeeft dat er niet naar een geldig object of ding wordt verwezen. Softwareprogramma's gebruiken veelvuldig nulreferenties bij voorwaarden, zoals om het einde van een lijst met een onbekende lengte weer te geven of het niet kunnen uitvoeren van een bepaalde actie. Het is trouwens de quicksort, ik weet niet wat dat hier nog iets zegt. Wat heeft dat er nu een keer mee te maken? Wel, om volledig te zijn. Dat is bedacht door een zekere Sir Hoare. Wel, het is diezelfde persoon, moet bedenken, ongeveer in 1965, tot een tijdje geleden, die eigenlijk een beetje tegen zijn goesting, moet hem maar een keer nalezen op het internet, die nulpointer heeft geïntroduceerd. Hij zegt er zelf van dat dat een van zijn grootste verliezen is die hij heeft begaan in heel zijn, ja, zeg maar, IT-carrière. Ja. Maar goed, dat is nu om alles af te ronden, maar daarmee hebben wij dus ook duidelijk gezegd wat een nulreferentie is. En kunnen wij weer verder. Want dan ja, wordt er hier dus ook geschreven als dus het label niet alleen, of dus het label, of dus de sleutel niet alleen kleiner is, maar ook groter is. Ja. Oké, lees dat na. Ik heb niet gezegd dat het verkeerd is, maar ik heb dat toch een keer geherformuleerd. En dat is dan dit hier. 1. Vergelijk de in te voeren sleutelwaarde met de sleutelwaarde van de root. Indien de waarde zijn drie mogelijkheden. Ofwel is die waarde kleiner, ofwel is die groter, ofwel is die eraan gelijk. Akkoord? Indien de waarde kleiner is, ga naar links, hè, dus vertrekkende van uw root uiteraard. Allee, vertrekkende van uw root. Indien mogelijk. En beschouw die knoop als de nieuwe, waar je dan aankomt, hè, als een nieuwe route. Dus je gaat van de route naar links als de waarde die je wilt toevoegen kleiner is. En die knoop die je daar tegenkomt, dat is dan een nieuwe route. Ga terug naar 1. Dat betekent dus dat je terug gaat vergelijken je in te voeren sleutelwaarde, hè, x pagina 91, met dan de sleutelwaarde van die nieuwe route. En zo doe je verder. Tenzij, indien naar links gaan, niet kan vanwege een nulreferentie. Ja. Vervang de nulreferentie met de verwijzing naar de nieuwe knoop. Ja, met de in te voeren sleutelwaarde. Hè, met dus de knoop heeft welke sleutelwaarde. Wel die je wilt invoeren en het algoritme stopt. Wel een gelijkaardig boom. Letterlijk bijna. Ik kan hier opgesteld worden voor de rechterkant natuurlijk. Indien de waarde die je wilt invoeren, dus x, groter is. Ga naar rechts indien mogelijk. En beschouw die knoop als een nieuwe route. Ga naar 1. En zo blijven we verder doen. Als je kunt, kan natuurlijk zijn dat je een keer naar rechts moet gaan en een keer naar links. Zie ook de voorbeelden die we gaan aanhalen. Indien naar rechts gaan niet kan vanwege nulreferentie, vervang de nulreferentie met een verwijzing naar de nieuwe knoop. Maak dus een nieuwe knoop, hè, wil je dat ook zeggen? Nieuw knoop, hè, of node, of wat dat ook is. Met de in te voeren sleutelwaarde en het algoritme stopt. Voilà. Indien de in te voeren sleutelwaarde gelijk is aan de sleutelwaarde van de route, dan stopt het algoritme. Dof is. Want de sleutel bevindt zich reeds in de binary search tree. En we hebben afgesproken dat het in een binary search tree alle sleutels een unieke waarde bezitten. Ja? Dus dit is eigenlijk een iets wat anders geformuleerd algoritme om dus een sleutel of een knoop met sleutelwaarde x aan een binaire zoekboom toe te voegen. Ja? Dus laten we dan een keer toepassen. In de lesnota's worden daar ook twee sleutels toegevoegd. Ik denk dus, zowel wat welke zijn dat, een keer kijken, 9 en 11 zeker. Dus als dat het onze ja, boom is, hè, die we dus misschien B kunnen noemen. En ik wil dus daar nu aan toevoegen de sleutel, of dus een knoop maken met als sleutelwaarde 9. Hè, dat is, het staat ook in de lesnota's. Wel, dan gaan we dus naar deze knoop, de root. Daar vertrekken we bij die referentie. Is 9 groter of kleiner? Het is groter. Wel, dan proberen we naar rechts te gaan. Gaat dat? Ja, dat gaat. Dus we gaan naar rechts.
En dan vergelijken we 9 met 10. Ja, is 9 groter of kleiner? Kleiner, dan proberen we naar links te gaan. Dat gaat niet. Wel, dan maken we dus, veranderen we de nulreferentie die er nu staat met de referentie naar die nieuwe knoop 9. Voilà. Gebakken. Laten we dan ook een keer 11 toevoegen. Wel, we beginnen opnieuw. Ervan uitgaan dat dus die 9 ook is toegevoegd. Hè. Dus vertrekkende van de nu gerealiseerde bomen. Dat is ook typisch op een examen dat men u vraagt van verder te gaan. Hè. Niet terug opnieuw te beginnen. Let op, hè. Dus je moet zien dat je van in het begin goed werkt. Ik ga verder. Is 11 groter dan 8? Ja, ga naar rechts. Als je kunt, en dat kunnen we. Is 11 groter dan 10? Ja, dat gaat. Ga naar rechts. Is 11 groter dan 14? Nee, het is kleiner. Ga naar links als je kunt. Ja, dat kunnen we. Is 11 groter dan 13? Nee, het is kleiner. Ga naar links als je kunt. Ja, dat gaat niet. Met andere woorden, daar zal de knoop worden toegevoegd. Ja. Voilà, dus dat toevoegen, ja, dat is eigenlijk nou, redelijk eenvoudig. Allee, al mag ik dat, misschien mag ik niet zeggen, maar is dat toch niet zo moeilijk om in te zien, zal het zo zeggen. En dus zijn we daar volgens mij ook door. En kunnen we inderdaad van onze CRUD nu gaan kijken naar onze delete. En dat is toch wel ietsje pikanter, ja. Dat zullen we dan ook aanpakken in de volgende sessie.